Welkom en fijn dat u kijkt naar een nieuwe aflevering van Uitgesproken. Momenteel houden scholen open dagen, want het voorjaar is de tijd waarin scholieren beslissen naar welke middelbare school ze gaan. En over middelbare scholen in de regio gaan we het vandaag hebben met wel Henk van der Es, voorzitter van het college van bestuur van de Achterhoek VO. Dat is een organisatie die is ontstaan uit de stichtingen COVOA en de Orchidee Scholengroep. Hier zijn scholen bij aangesloten uit onder meer Doetinchem, Voorde, Zutphen, Silvolde en Winterswijk. Henk, fijn dat je er bent. Achterhoek VO is ontstaan uit de stichtingen COVOA en Orchidee Scholengroep. Kunt u even kort vertellen wat deze stichtingen waren? Ja, Orchidee Scholengroep was een stichting met 6 openbare scholen in de Achterhoek, 6 van de 7. En COVOA was een stichting die conventioneel voortgezet onderwijs bestuurde. 2 protestants-christelijke scholen en 2 rooms-katholieke scholen. We gaan het vandaag hebben over de krimp en het onderwijs. Hoe is het op dit moment met het onderwijs gesteld in het oostelijke deel van Nederland? Als het gaat om de krimp, dan moet die nog beginnen. We hebben nu nog altijd een groeiend aantal leerlingen. Het aantal leerlingen groeit niet sterk, maar er is een lichte groei nog altijd waar te nemen. We verwachten dat volgend schooljaar ook nog. Maar dan vervolgens krijgen we in 15 jaar tijd met een enorme krimp te maken. Een enorme krimp. Wat zijn de oorzaken van, kort? De oorzaak van de krimp is dat er minder kinderen geboren worden per vrouw. Dus het aantal kinderen was in mijn jeugd 4 per gezin of zo, gemiddeld. Dus ook de niet-kinderhebbende vrouwen meegerekend. Op dit moment is dat nog maar 1,7 in Nederland, gemiddeld per vrouw. En dat is niet voldoende om de man en de vrouw samen van opvolging te voorzien. En daardoor is elke generatie kleiner dan de vorige. Nu is het zo dat er een oplossing kan zijn, hè, dat de scholen moeten gaan samenwerken. Waarom is dat? Nou, als we kijken naar de omvang van de krimp, dan hebben we het over 30% ongeveer in de Achterhoek. Dat betekent dat als we een school nu van 1000 leerlingen zouden hebben, dat we in 2030 nog maar een school hebben van 700 leerlingen. En dat lijkt wel heel veel, maar die school is opgebouwd uit VMBO, uit HAVO, uit Atheneum, gymnasium, soms ook nog beroepsgericht onderwijs daarbij. Die hebben allemaal zo hun eigen afdeling. En op een gegeven moment wordt zo'n afdeling te klein om nog te kunnen organiseren en exploiteren. Ja. Die samenwerking tussen die scholen, hoe moet dat eruit komen te zien? Nou, waar we naar moeten kijken is op welke wijze we het beste in elk van de plaatsen waar wij onderwijs geven met die krimp kunnen omgaan. Dus in Zutphen zullen we een andere oplossing moeten verzinnen dan we in Doetinchem of in Aalte hebben. Om maar een verschil te noemen, in Doetinchem hebben we 3 MAVO-HAVO-VWO scholen. In Aalte is er maar 1. Dus in Aalte zullen we zien dat de school die er staat kleiner wordt. In Doetinchem zullen we zien dat de 3 scholen die er staan samen minder leerlingen zullen krijgen. En daar is een ander soort oplossing mogelijk, hè, bijvoorbeeld het samenvoegen van scholen of het samenwerken door scholen, dan in een regio waar maar 1 school is. Als die scholen eventueel het samenvoegen daarbij, we hebben verschillende stromingen, hè, protestants, katholiek, openbaar. Bijt dat elkaar niet? Is dat niet heel lastig? Dat blijkt in de praktijk tot nog toe in ieder geval erg mee te vallen. Natuurlijk hebben we 3 stromingen. Dat is ook vrij uitzonderlijk in Nederland. Dat in 1 stichting voor voortgezet onderwijs ze alle 3 voorkomen. We merken in de samenwerking tot nu toe dat doordat we respect hebben voor die verschillen en de verschillen ook toestaan en de katholieke school de katholiek laten zijn, de openbare school openbaar, dat niet tot problemen leidt. Spannender wordt het natuurlijk te zijner tijd wel als we niet meer van elk van die richtingen een school kunnen in stand houden. Jij is het belangrijk om dat in stand te houden? Het is wel belangrijk dat we in het onderwijs diversiteit hebben. Dat daar waar het mogelijk is, we ouders en leerlingen kunnen laten kiezen tussen verschillende aanbieders. Maar niet alleen in Aalten. Ook in Winterswijk, ook in Oude IJsselstreek, ook in Berkelland is het vaak zo dat er maar 1 aanbieder is. En zelfs in een grote plaats als Doetinchem met 57.000 inwoners is er maar 1 school voor praktijkonderwijs en is daar geen keus. Dus het hebben van een keuze is een luxe die je vooral in grotere plaatsen en steden in Nederland tegenkomt op het platteland. En Achterhoek is nu eenmaal voor een groot deel plattelandsgebied. Ja. Zien we die keuzemogelijkheden toch vaak niet. We hebben het gehad over de verschillende stromingen, maar scholen zijn ook elkaars concurrenten. Hoe gaan ze dat voorkomen of anders denken daarin?
Ja, dat is van oudsher natuurlijk wel zo. Hè. Dat zie je in de economie, dat er geconcurreerd wordt. En de gedachte is er dan, als de beste nou maar wint, dan komt dat ten goede aan de kwaliteit. In publieke voorzieningen is dat veel minder het geval. We hebben ook geen twee brandweren in Doetinchem. We hebben er één en het is zaak die goed te laten functioneren. Tussen scholen is die eerste reflex bij leerlingendaling, vaak ook zien we in Nederland, beter gaan concurreren in de hoop dat mijn school overleeft ten opzichte van anderen. En dat is ook een van de redenen waarom Achterhoek VO nou juist ontstaan is. Dat we willen voorkomen dat scholen elkaar kapot gaan concurreren. En dat als resultanten daarvan uiteindelijk we van een bepaald soort onderwijs niks meer hebben. Terwijl het gewoon had kunnen voortbestaan als er veel eerder voor de samenwerking was gekozen. Nou, daar zijn we ook mee bezig met elkaar. En op het niveau van directeuren en medezeggenschapsraden is al lang wel duidelijk geworden dat we niet in concurrentie moeten gaan blijven steken, maar dat we in de samenwerking het moeten zoeken. En hoe verander je die gedachtegang dan? Door het veel met elkaar erover te hebben, door goed voor elkaar te beschrijven wat het effect zou zijn van een dolgedraaide concurrentie. Dan gaat er veel geld naar promotieactiviteiten waar we veel liever dat geld besteden aan het geven van goed onderwijs. En we weten met z'n allen toch dat het niet vol te houden is om alles wat we nu hebben ook te laten voortbestaan. Ja. Gaan die scholieren daar nog wat van merken om, die samenwerking? Uiteindelijk wel. Kijk, als we het in getallen bezien, hebben we in Winterswijk nu bijvoorbeeld bij het Gerard Komrij College 1340 leerlingen op die school zitten. Dat gaat terug in 15 jaar tijd naar 950. Dat is een enorme teruggang met bijna 400 leerlingen. Dan kan het niet zo zijn dat we alles blijven doen wat we altijd deden, want daar hebben we het geld niet voor en we kunnen het soms ook gewoon niet meer organiseren. Nee. Naast dat u voorzitter bent, het college van bestuur van Achterhoek VO, bent u ook krimpdeskundige. Wat heeft de krimp voor invloed op het onderwijs? Dus financieel, personeel, wat voor invloed heeft de krimp daarop? Ja, nou, waar we mee starten is dus die krimp van het leerlingenaantal. Dat betekent dat op onze 25 locaties we meer dan 4000 leerlingen kwijtraken. Budgetair betekent dat we zo'n 25 miljoen aan inkomsten minder zullen krijgen tegen die tijd op de 115 miljoen van nu. Als we kijken naar het aantal medewerkers, dan gaan we terug van de huidige 1700 tot 1300, misschien 1200 zelfs medewerkers. En de huisvesting van onze scholen zal natuurlijk ook voor 4000 leerlingen minder nodig zijn. Dus we krijgen te maken met gebouwen die we moeten afstoten of met deels leegstaande gebouwen. In een artikel gaf u aan dat scholen in 2015 klaar moeten zijn, hè, voor de krimp. Gaat dat lukken? Ja, klaar voor de krimp in termen van dat we dan al helemaal weten wat we gaan doen, niet. Maar wel klaar in de zin van dat we precies weten hoeveel leerlingen we zullen hebben in welk jaar tussen nu en 2030. Dat we precies zullen weten wat de personeelsbehoefte is voor al die jaren, zodat we daar goed op kunnen voorbereiden. Dat we dan ook tamelijk nauwkeurig zullen weten welke gebouwen we nog nodig hebben, welke gebouwelijke aanpassingen er nodig zullen zijn voor die toekomst. En we zullen ook wel wat contouren hebben van in welke richting onze onderwijslocaties zich zullen moeten ontwikkelen, welke scholen wellicht zullen moeten gaan samenwerken of samen moeten gaan en welke afdelingen we wellicht niet meer zullen kunnen aanbieden of in een afgeslankte vorm. Als ik bijvoorbeeld docent ben bij een school, moet ik mij nu al zorgen gaan maken over mijn baan in de toekomst? Dat zou ik niet doen. We hebben voorlopig die krimp nog niet, hè? En als die komt, begint die zachtjes aan. Als we kijken naar de personeelsbestanden van onze scholen, dan constateren wij dat meer dan de helft van onze medewerkers op dit moment boven de 50 is. Dus in de periode dat wij 30% leerlingdaling krijgen, krijgen we zeker 50-60%. Personeelsdaling ook. Hè. Dus natuurlijk verloop zal in grote mate sterker zijn en sneller gaan dan de krimp van het leerlingenaantal. Uiteindelijk, als we in 2030, 2040 zijn, zal vrijwel heel Nederland in krimp zijn. Waar het gaat zeker om de ontgroening, hè, de afname van het leerlingenaantal. Maar ook voor het totale bevolkingsaantal zullen we rond 2040
een kleiner Nederland gaan krijgen. Kunnen we niet iets doen om die krimp, hè? De krimp kunnen we niet voorkomen, maar in ieder geval het wegtrekken van de jeugd naar andere gebieden in Nederland. Kunnen we die niet voorkomen om hier nog een hbo-opleiding, hè, als bijvoorbeeld het HAN, hè, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, om die hier in de regio te plaatsen? Nou, op zichzelf is het wegtrekken van leerlingen, van jongeren, nadat ze hun voortgezet onderwijs hebben afgerond, is wel een van de oorzaken erbij. De basisoorzaak blijft, er zijn minder kinderen dan er voorheen waren, er worden te weinig kinderen geboren. Dat wordt versterkt in de Achterhoek doordat leerlingen wegtrekken naar hun VWO of HAVO, naar Nijmegen bijvoorbeeld of naar Twente, omdat daar een universiteit of daar een hogeschool is. Maar de Achterhoek is veel te klein als gebied om zelfstandig een hogeschool of universiteit te kunnen vestigen. Dus op zichzelf zou dat zeker wel wat helpen, maar het is geen realistisch perspectief. En ook het bedrijfsleven zou daar niet in bij kunnen dragen, op een of andere manier met stageaanbiedingen, et cetera. Nou, dat doet het bedrijfsleven voor een deel al, hè, door stageplekken te geven aan universiteiten en hogescholen. Maar dan nog, hè, we zien in de hele wereld dat er een trek naar de steden is, hoe begrijpelijk of onbegrijpelijk ook, maar vanaf 2008 is het al zo dat meer dan de helft van de wereldbevolking in stedelijke gebieden leeft. Voor het eind van deze eeuw verwacht men dat het 75% zal zijn. En die trek kunnen wij niet keren met een goede advertentiecampagne of met meer stageplaatsen. We kunnen wel proberen het onnodige verlies aan arbeidskrachten, aan inwoners, om dat te beperken. Ja. Is het, ik las in een artikel dat u een beetje uithalt naar de Haagse politiek. Kan de Haagse politiek hier iets aan doen? Kan die ons helpen om iets te doen tegen die krimp? Niet tegen de krimp, maar de Haagse politiek kan absoluut heel veel doen aan het helpen de krimp op een goede manier te benaderen. En de Haagse politiek was zich tot een jaar of 4, 5 geleden totaal niet bewust van de krimp. En op zichzelf was dat zeer opmerkelijk, hè, want ik noemde net al, eind 90er jaren was de krimp al ingezet. Maar er werd toen niet herkend dat dat een voorbode was van krimp ook in de rest van Nederland. En het was natuurlijk ook wel een heel erg lange termijn kwestie, die ver na 3 verkiezingen of zo lag. Vanaf 2009 ongeveer is er wel bewustzijn ontstaan bij in elk geval minister Van der Laan, die toen verantwoordelijk was voor de krimp, dat de krimp eraan zat te komen. Die heeft ook daar netwerken voor opgericht. En de laatste 1 à 2 jaar merken we nu ook echt wel dat de staatssecretaris van Onderwijs zich zeer bewust is geworden van wat er gaande is en ook wat er nodig is om ons te helpen om de scholen goed te kunnen blijven exploiteren. Hoe is het te merken dat het nu op de agenda staat? Wat nu te merken is dat de staatssecretaris met voorstellen komt in de richting van de Tweede Kamer. Die worden in de Tweede Kamer ook besproken. Dat gaat natuurlijk niet erg snel. Het gaat ons eigenlijk te langzaam. Maar er kunnen wel hele goede maatregelen genomen worden die het voor ons makkelijker maken om scholen in stand te houden. Wat voor maatregelen zijn dat? Nou, ik zal 1 voorbeeld noemen. Als wij zouden besluiten om 2 scholen te laten samenwerken door samen een bovenbouw VWO of zo aan te bieden. Dat zou prima kunnen. Dan blijft de ene school in stand en de andere blijft ook in stand. Maar die bovenbouw die is te klein bij de een en te klein bij de ander. Dus dat gaan ze voortaan samen doen. Dan zijn we in overtreding. En dan krijgen we een boete, dan wordt de bekostiging ingehouden, omdat dat gewoon in de wet niet mag. En als ze ons dat zouden toestaan, dan maakt het dat veel eenvoudiger mogelijk om verschillende scholen te laten bestaan en bijvoorbeeld alleen in 5 en 6 ateneum een gemeenschappelijke klas te maken. Ja, want waarom mag dat nog niet op dit moment? Dat mag niet, omdat het verplicht is om minstens de helft van de lessen aan te bieden in de eigen school en door eigen docenten. Kijk. Een klein bruggetje van Den Haag. Paul Rozemuller is sinds november 2013 voorzitter van de Raad van VO. In hoeverre kan hij daarin een positieve bijdrage leveren aan de situatie op dit moment in de Achterhoek? Nou, de VO-raad is natuurlijk belangrijk als belangenbehartigersorganisatie voor de schoolbesturen.
Heel belangrijk dat krimp dus ook op de agenda staat binnen de VO-raad. Dat is nu ook echt het geval. Het heeft een tijdje geduurd, maar op dit moment is het echt het geval. Paul Rozenmuller heeft in zijn inwerkperiode op ons verzoek ook een bezoek gebracht aan Achterhoek VO. Heeft met ons als bestuur en met onze directieraad intensief gesproken. Heel erg duidelijk is dat hij goed snapt wat er aan de hand is. Hij maakt het ook tot een van de topprioriteiten van aandacht voor de VO-raad van de komende jaren. En hij heeft natuurlijk geweldige ingangen in Den Haag als ex-politicus. Hij is ook een goede communicator, kan het verhaal goed vertellen, goed voor het voetlicht brengen. Dus hij kan zeker een belangrijke rol spelen. Ik ga nu even terug naar onze eigen regio. De scholen, werken die op dit moment al samen om iets te doen tegen de krimp en het onderwijs? Ja, dat is zo. Hè. Weer niet tegen de krimp, maar om in het hanteren van de krimp zeker. Misschien kan ik twee voorbeelden noemen. Hè. In de eerste plaats kunnen wij door samen dingen te organiseren, bijvoorbeeld scholing samen te organiseren, bijvoorbeeld gemeenschappelijk in te kopen, bijvoorbeeld de bedrijfsvoering voor een deel samen te doen, kunnen we kosten besparen. En dat maakt dat scholen langer open kunnen blijven. En een heel concreet voorbeeld op schoolniveau is dat in het Gerrit Komrij College 2 jaar geleden duidelijk werd dat de afdeling bouwtechniek niet groot genoeg meer was om zelfstandig te kunnen exploiteren. Toen is er besloten om toch die afdeling bouwtechniek in Winterswijk wel in stand te houden. Maar de praktijklessen voor de leerlingen bouwtechniek worden niet in Winterswijk meer gegeven. Die worden samengevoegd met de bouwtechniekafdeling van Schaarsvoorde in Aalten. Dus voor een aantal lessen per week is er een gemeenschappelijk onderwijsaanbod, praktijklessen bouwtechniek, en alle overige lessen worden gewoon in de eigen school gevolgd. Dat is een mooi voorbeeld van nu al samenwerking. Is het niet vervelend voor de leerlingen die hier in de weer moeten blijven reizen? Ja, dat is natuurlijk wel lastig. Maar het is ene locatie ligt aan het spoor bij het station en de andere ook. Dus het is een kwestie van 12 minuten in de trein zitten en je bent op de andere locatie. Vervelender zou het zijn als die leerlingen uit Winterswijk voor alle lessen bouwtechniek, ook de theorielessen, naar Aalten zouden moeten reizen. Want dat wordt, kosten wat het kost, voorkomen, tenminste geprobeerd te voorkomen in de toekomst. Leerlingen uit Winterswijk niet definitief een Aalten les krijgen, zoals het voorbeeld was net. Nou, een belangrijke ontstaansreden voor Achterhoek VO is dat wij ervoor willen zorgen dat we een zo dekkend en divers mogelijk netwerk aan onderwijsvoorzieningen willen hebben, zo thuis nabij en kleinschalig mogelijk georganiseerd. Maar wel zo thuis nabij mogelijk. Als het niet meer kan, dan kan het niet meer. We proberen het zo dichtbij mogelijk te organiseren en zo divers mogelijk en zo gespreid mogelijk. Als wij kijken naar in 15 jaar tijd, wordt de krimp aangekondigd, zeg maar. Je hebt over 15 jaar tijd dat de krimp behoorlijk wordt. De huidige technieken in het onderwijs, is daar niks op in te spelen dat leerlingen digitaal kunnen volgen? Op een eigen manier, op een eigen locatie misschien wel? Ja, dat kan voor een deel zeker. In een van onze scholen doen we dat ook. Daar is een experiment gaande dat een groepje leerlingen samen met leerlingen uit 2 andere scholen elders in het land een les volgen van een docent die maar in 1 van die 3 scholen aanwezig is. En via een webverbinding kunnen er vragen worden gesteld en zien ze elkaar. Dus dat is op zich beperkt wel mogelijk. Ook daar is de wet en regelgeving niet altijd gemakkelijk in. Maar het belangrijkste is dat een onderwijsproces vraagt om contact tussen mensen. Je moet gemotiveerd raken doordat er een leraar is die je inspireert. Ja. En dat is onvervangbaar. Klopt. Aan de hand van de vragen, heeft u nog bepaalde dingen dat u zegt van nou, dit is nog even belangrijk om te melden aan onze kijkers van Focus TV over dit onderwerp? Ja, wat ik graag zou willen meegeven, dat zijn eigenlijk 2 dingen. In de eerste plaats, het is ontzettend belangrijk om op tijd te beginnen. En op tijd beginnen was in ons geval in 2008 zijn we er al over gaan nadenken. In 2015 zijn we net op tijd klaar voor die krimp, want er was heel veel te doen om ons er goed op voor te bereiden. Dus begin heel erg op tijd, dat is advies 1. Het tweede is, de eerste neiging van mensen van organisaties is om door concurrentie te overleven en anderen dan vervolgens ten onder te zien gaan. Daar zou ik ook van willen zeggen van doe dat alsjeblieft niet. Zeker waar het gaat om gemeenschapsvoorzieningen zijn we gebaat bij samenwerking. En het is helemaal niet zo belangrijk of mijn stichting over 10 jaar nog bestaat, over al onze scholen over 10 jaar nog bestaat.
Het is buitengewoon belangrijk dat er over 10 jaar nog goed onderwijs is op een redelijke reisafstand. Dat is de essentie. Begin dus op tijd en werk samen. Met dit advies zijn we aan het eind gekomen van Uitgesproken voor deze week. Ik dank u voor de komst naar de studio. Graag gedaan. En graag zien we u terug volgende keer bij Uitgesproken.